Hallo, vandaag wil ik met jullie geld gaan tekenen. Ja, want hoe ziet geld er nou eigenlijk uit? Tegenwoordig al dat geld gaat digitaal. We weten gewoon niet meer hoe geld eruit ziet. Dus laten we geld eens even gaan tekenen. Doe je mee? Ja, geld. We hebben het volgens mij al eens eerder afgebeeld dit jaar, geld. Laten we nou eens gewoon een beetje in een stripstijl dat geld afbeelden. Nou, eerst zal eens eens kijken voor een zakgeld. Zo. Een zakgeld. Dat is snel afgebeeld zo natuurlijk. Nog wat schaduw geven. Zo. Nou, dan hebben we een mooie zak met geld. Dagobert zou blij zijn zo met ons. Hè? Een zak geld. Briefgeld. Ja, we kunnen eerst natuurlijk stapeltjes met muntjes maken. Kijk, en dat kan je heel makkelijk zo doen. Dan gaat het ook erg snel zo. Om het op deze manier weer te geven. Zie je, dan hebben we heel snel stapeltjes met geld. Zo. Ook losse muntjes natuurlijk, zo. Hier nog een mooie stapel maken. Dan kun je natuurlijk nog zeggen, van ik doe er wat extra schaduw in. Die stapeltjes zo. Om deze lijn iets donkerder te maken, zo. Weer wat schaduw, zo. Kan natuurlijk ook. Nou, briefgeld erbij. En dan doen we het een beetje op de Donald Duck manier. Zoals dat bij Donald Duck. Een briefgeld tekenen. Zo. Zo. Nou. Kun je dit natuurlijk nog inkleuren. We moeten die ook natuurlijk allemaal, want het zit allemaal op de achtergrond. Zo. Je kan natuurlijk ook gewoon zo doen en dan. En dan een getal zetten, bijvoorbeeld 50 euro of zo. Dan heb je ook geld. Nee. Ik zou zeggen, ga zelf aan de gang met geld. Tegen geld na. Zo kan je dus meer waarde creëren of meer geld creëren als je niet zoveel geld hebt. Je kan het dus gewoon tekenen. Altijd handig als je een keer kracht bij kast zit. Teken je gewoon je eigen geld. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.